En we gaan even napraten. Frankie Durie, aan de rust zag het er goed uit voor jullie. Jullie scoren in de 44ste minuut. En dan worden jullie monddood gemaakt in de tweede helft. Wat ging er fout, als er al iets fout ging? Of ondergingen jullie gewoon het spel dan? Ik denk dat we een uur goede match speelden. Niet super, maar we hadden een uur controle over het spel. En na het uur, ja, hebben sommige mensen binnen mijn team en buiten mijn team een beetje de pedalen verloren. Waarom dat wij de pedalen verloren hebben, daarvoor tast ik nog een beetje in het duister, want het licht ging plotseling uit. En ik hoop dat we deze wedstrijd goed kunnen analyseren samen met het team. Als we daar goede lessen uittrekken, dan denk ik dat we alleen maar beter kunnen worden. Maar we moeten eerst kijken naar ons eigen. We hadden alles onder controle. Ik denk dat ik in het vierde kwartier geen enkel moment zag dat we dat uit handen gingen geven. Maar dan gebeuren te kort op elkaar te veel zaken waar dat je als team moet sterk zijn in de opbouw van een nieuw team om daarop te kunnen reageren. Je zegt een nieuw team staat nog niet allemaal op zijn poot. Maar toch brengen jullie een aantal jonge spelers opnieuw die een verrassing zijn. Vandaag konden die toch precies niet het verschil maken. Als je bouwt in een team, gebeurt dat met hoogten en laagten. En voor mij mag een laagte gerust ertussen zitten. Maar we moeten lessen trekken en we moeten weten wat we kunnen. En we moeten weten wat we niet kunnen. We kunnen niet tegen ons eigen spelen. Dat mag je nooit doen. En we moeten daarvoor goede lessen trekken naar de toekomst. Want iedereen verwacht van Zouten Waregem dat we goede prestaties brengen. En bouwen aan iets nieuws gebeurt in stappen. Maar je mag ook niet terugkeren van waar je komt. Je moet stappen zetten vooruit. En ik denk dat dat de grote les is vandaag. Oké, ik wens u daar heel veel succes mee, Frankie Durie. Eigenlijk een beetje aansluitend. Hein krijgt daar die koude douche letterlijk en figuurlijk in de 44ste minuut over je heen. Dan stap je de kleedkamer binnen. En dan de tweede helft krijgen we opnieuw een ander Gent te zien. Ook misschien mede dankzij jouw twee gouden wissels. Dat waren dan de spelers die scoorden. Het was een kopie van het scenario toch van de wedstrijd tegen Mechelen. Met dat verschil dat de eerste helft een stuk beter was van onze kant dan tegen Mechelen. Waarbij ik vooral een pluim heb voor mijn verdedigers. Die tegen de toch wel talentvolle spitsen van Zouten Waregem quasi iedere keer het duel wonnen. Maar al in de gevarenzone. Dus dat hebben we echt wel heel goed gedaan. Alleen hebben zij net voor de rust kunnen zij scoren op een fase waar dat wij eigenlijk 1 minuut ervoor zelf moeten scoren. We scoren wel, maar we lopen buitenspel. En daar moet Benito slimmer zijn. Dat heb ik hem al verschillende keren gezegd. Dus dit zijn details. Details die misschien wel een wedstrijd kunnen bepalen. Want als je voorkomt tegen Zouten Waregem is het toch een verschil. Want als je achterkomt, dan moet je erdoor geraken. Nu, net als tegen Mechelen hebben wij dat terug kunnen realiseren in de tweede helft. Het heeft nou inderdaad nog even geduurd, totdat we de wissels gedaan hebben, denk 55ste minuut. En dat is dan de luxe die ik heb. Hè. Iedereen spreekt over de wissels van de coach, maar ik ben gisteren met een collega gaan kijken in Kortrijk. Die moest niet veel wisselen, hè, want als je geen bank hebt, dan is het niet evident. Ik heb een bank, ik heb zelf nog een bank in de tribune met mannen die niet geselecteerd worden. Plus nog een hoop gekwetsten, alleen een hoop, niet veel, een paar belangrijke. Dus ik heb materiaal en dan moet je als coach zorgen dat die bank scherp is, dat die fit zijn, dat die klaar zijn om in te komen. En dan moet je de juiste keuzes maken. En voor de rest is het de spelers die het verschil maken op het veld, hè, want ik heb ze er niet in gezet, niet ingelegd. Dat hebben zij gedaan. En dat wij mentaal sterk zijn, bewijst ook het feit dat je na een penaltymisser blijft gaan en er toch over kunt. Ik moet mijn spelers daarvoor feliciteren. Deze groep is hongerig, hangt aan elkaar
wil ervoor gaan, wil er zijn hoofd voor leggen. Hij heeft ook kwaliteit, diverse kwaliteiten. En daar kunnen we een beetje mee schuiven, mee spelen. En het is aan ons om de juiste keuzes te maken. En dat is vandaag goed uitgevallen. Tegen een ploeg die, als ze nog tijd zullen krijgen, die gaan ze sowieso hebben, die terug heel dicht bij die top 6 zal zijn en misschien erin zal zitten. En een concurrent van ons. Dus ik denk dat wij de rekening zullen moeten blijven mee houden, heel het jaar door. Oké, dat is goed. Bedankt, Rijn. Hier gaan we het afsluiten. Ik nodig jullie alleen nog uit voor de komende thuiswedstrijd. Dat is dan op vrijdag 29 augustus. Dan spelen we tegen KV Kortrijk, een ploeg die Hein heel goed kent. Aftrap om 20:30. Nog een prettige zondagavond. Graag tot dan.